Ja, Wessel, laten we eerst over de wedstrijd hebben. PSV uit is natuurlijk lastig, maar dit moet teleurstellend zijn. Ja, natuurlijk. Kijk, ondanks dat PSV natuurlijk in een mindere fase zit, hebben ze wel dermate kwaliteit dat je gewoon weet dat zij wel de betere ploeg zijn. Natuurlijk gingen we hier niet naartoe met het idee dat helemaal geen resultaat te halen viel. We wilden wel vol voor het resultaat gaan. Zie je wel kwaliteitsverschil. Ja. Nou, bijna een jaar ben je eindelijk weer terug. Hoe goed voelt dat? Ja, nee, heerlijk. Kijk, het is natuurlijk wel een beetje een dubbel gevoel rondom het resultaat. Maar uiteindelijk persoonlijk voor mezelf is het natuurlijk heerlijk dat ik na een hele lange tijd eindelijk weer minuten mag maken in het eerste elftal. Goed, of dat dan uit of thuis is, 4-0, 5-0 achter, 2-0 voor, ja, noem het allemaal maar. Dat maakt er voor mij helemaal niet zoveel uit. Ik ben gewoon heel erg blij dat ik weer tussen die gasten hier op het veld kan staan. Je zit ook weer voor het eerst bij de wedstrijdselectie. Hoe anders bleef je die eerste 70 minuten dan vanaf de bank dan op de tribune? Natuurlijk komt er wel wat meer spanning bij kijken. Niet zozeer echt nervositeit, maar gewoon dat je gewoon, je gewoon zin in hebt, zeg maar. Ik heb er uiteraard gewoon lang naar uitgekeken om eindelijk weer minuten te maken. En op het moment dat dat dan eindelijk zover is, ja, dan ben ik daar gewoon heel blij mee. En ik kon eigenlijk niet wachten om het veld te betreden. Dus al met al wel een goed gevoel. Ja, je hebt heel lang moeten wachten. Hoe zwaar was dat herstel mentaal gezien? In het begin had ik daar eigenlijk helemaal niet veel moeite mee. Zeker omdat ik wist dat ik eigenlijk gewoon een hele lange weg te gaan had. Dus ik had eigenlijk totaal geen gevoel van, oh kut, ik ben er bijna wat en ook, want dat was ik gewoon niet. Maar nu in de laatste fase werd het eigenlijk steeds moeilijker. Zeker omdat je steeds dichter bij het spelen aankomt. De opbouw in de trainingen, 11 tegen 11 meedoen, kleine partijtjes meedoen. Af en toe wat de reactie, dus dat is eigenlijk wel, was wel wat lastig. Maar uiteindelijk wist ik ook dat het allemaal bij het traject zou horen. Dus het was niet zozeer dat ik echt een heel slecht gevoel over had. Maar ja, uiteindelijk wil je wel natuurlijk gewoon zo snel mogelijk en zo goed mogelijk terugkomen. Maar goed, al met al ben ik wel tevreden op hoe ik hier nu sta, absoluut. Ja, lang niet gevoetbald natuurlijk. Tegen Helmond wordt je eerste minuutjes gemaakt. Hoe is het niveau? Je bedoelt nu hier? En, van jezelf? Kijk, uiteindelijk kan je trainen wat je wil, maar het gaat wel om wedstrijdminuten ook. Dat is wel iets wat natuurlijk heel lastig te trainen is. Eigenlijk niet te trainen. Ik heb nog niet het niveau waar ik wil zijn. Maar goed, ik weet ook zelf dat dat wel wat tijd nodig zou hebben. Dus gewoon in de zin van wedstrijdritme, de trainingen, gewoon dat ik daar volle bak moet gaan. Maar uiteraard zijn het gewoon de wedstrijdminuten wat ik nu moet gaan maken. En, goed, het is gewoon een kwestie van wedstrijd spelen. Ja, volgende week een cruciale tegen RKC thuis. Gaan we je dan vanaf de aftrap zien of komt dat nog te vroeg? Nee, ik denk dat dat nog te vroeg komt. Als het nu aan mij ligt, zeg ik wel ja. Maar goed, ik heb hier gelukkig in de staf genoeg mensen die daarvoor waken. Kijk, uiteindelijk zelf wil je wel zo snel mogelijk natuurlijk beginnen. Maar als ik echt verstandig erover na zou denken, dan zou ik niet denken dat het een goed idee is. Dus ik acht die kans niet heel groot.